de verbeelden van hoekjes die ze rondgaan. Hij was in mijn hoeken. Dus kon hij trouwen met het beste dat hij krijgen kon. En dacht dat hij dat dan voor haar het best beschrijven kon. Zo ging het jaren kon hij wonderkeurig zappen. Als ze mogen gaan beslaffen de bestraffing aan. Hij trok het allemaal vond het eigenlijk maar kloten. Hij sloeg gehoord en kwijt met het grote. Zodat de twijfel in het, dat doet hij maar. Nog een bindingsangst, dat zelf vind ik slecht. Ook libido, dat het niet is zo heen draaien. Maar ze is te doen, is er ook om mee te draaien. En in de boos, ik daarom minder van zijn vrouwtje aan. Maar juist dat maakt het zo hinderlijk benaderd. Doe maar ik niet voor het hele wat ik maak. Maar dat was het dan ver, laat het wel wat ik maak. En wat moet ik met de taal van zijn dromen? Als hij zijn lijf van de wereld niet uitkijkt. Thank you.
is heel wat samen te doen, maar ik kan zijn. Het is niet dat wij maar ooit schulden, we zijn van grote verschillen. Maar wel dat ik iets kunnen doen, en soms zou ik gaan overwinnen. Op een aan met die weg, op een manier, want dat is zo niet van. Jouw leven is geen idee, maar de kans is begint toch een aantal. Ik heb een boek op de hoek, dus een beetje de doos, maar geen idee. Dus ik kiep er een eindel stof, dan maak ze erop. Yeah.